Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Het is vakantie hier. Jordi is aan het spelen. Sammy is aan het spelen. Liam is aan het spelen. En ik ga nu flesjes maken. En zorgen dat de luiers verschoond zijn. Niels is al werken. Die is net weg. En ik ga nu dus die flesjes maken. En van alles doen. Dus... ja, dat dus. Het is nog vroeg. Maar ja, we gaan het toch doen. Ik heb al het een en ander gedaan. Ik heb al twee kledingkasten, of in ieder geval twee kledinggebeuren van Sam en Jordi gedaan. Moet die van Liam nog maar daar zoveel kleren. Oeh, heb je zin in. Maar ik moet het straks wel doen hoor. Dus ik ga het straks ook gewoon doen. Ik heb nu even fruit gemaakt. Dit is voor Liam, dit is voor Sammy en dit is voor Jordi. Dus nu gaan ze lekker smullen. Jordi wilde niet slapen, dus daar ben ik bezig mee geweest. Ik heb net mijn boodschappen binnengekregen van de picknick. Die ga ik nu even opruimen. En dan, ja, die andere twee slapen nog. Dus dat. Maar ik ga even showen, want dat... Ik ben bezig met het eten maken. Lekker, lekker, lekker. En we eten erbij bloemkool en erwtjes en aardappeltjes. Het is wel belangrijk dat de kindjes goed eten natuurlijk. En wij zelf ook natuurlijk. Ja, dat is wat ik wel melde. Ik moest even champignonsaus pakken. Die heb ik hier altijd op voorraad liggen. Niels is nog niet thuis, die komt wel later thuis. En ondertussen ben ik de kindjes eten aan het geven. En dat is wat ik aan het doen ben. Ik moet eigenlijk continu opletten, want Liam die denkt dat hij met een aardappel kan bellen en dat een bloemkool een ruimteschip is. Dus ja, dat. Maar Sam die eet alles sowieso op. En Jordi ook. Een hele goede morgen. Ik neem jullie even mee in mijn ochtend. In mijn ochtend. Ik begin altijd met flesjes maken. En dan heb ik hier altijd Liam bij me staan. Die zit te zeuren om zijn neuken. En hij gaat niet eerder stoppen voordat hij die fles heeft. En aangezien ik gisteren alle flesjes heb afstaan wassen. Mijn schouder is me gewoon echt aan het vermoorden. Ik was van. Ik weet dat dit jouw vriend is. Dus dit is echt elke ochtend. Hij gaat zitten zeuren totdat hij neemt, hè? Jij wil een fles toch? Nou, zeven niet zo dan. Sam die krijgt een leefvax bij, omdat Sam last heeft van zijn darmpjes. Ik heb het een tijdje niet gegeven, maar hij heeft echt weer last ervan. Vitamine D. Hou eens op, Liam. Liam. Nou, veel plezier, hè? Doei! Zo heeft Liam het. Laat hij nou drinken.
wat ik dan doe, is Jordi's fles maken. En die heb ik al een keer laten zien. Dus ik kom zo terug. Liam heeft zijn fles nu op. En ik ga eventjes die andere twee draakjes een fles geven. Vasthouden. Nou, en dit is dan eventjes hoe het nu is. Ik ga nu luiers verschonen, dat ga ik niet filmen. Jordi aankleden en zorgen dat Jordi klaar staat voor fysio. Dus ja, want daar gaat het gewoon door. Dus vandaag. Jordi is momenteel even hard aan het oefenen met de fysio. Liam die zit bij mij. Sam die is aan het spelen. En ja. Ik heb echt pijn. Ik heb echt veel pijn. Ik heb net ook allemaal tips weer gekregen van de fysio van Jordi. Ze zegt je moet dit even doen, dat even doen. Je moet het zo even doen. Oké, prima. Gaan we doen. Dus we gaan het gewoon even kijken. Komt wel weer goed. De kindjes zijn allemaal in bed geweest. Ze zijn nu wakker. Ja, even kijken. Ook op poep. Ik ruik poep. Heeft hij gescheten? Moest jij het, Jordi? Daar zit Jordi. Daar is Lily. Hi. Ja, mama haalt jou eruit. En hier is Sammy. Hi. Ja. Ik ga ze eerst allemaal naar beneden brengen. En dan ga ik pas drinken en alles regelen. Nou, het is gelukt hoor. Allemaal schone luiers. En lekker drinkie drinkie. De kindjes hebben geknabbeld en alles gedaan wat ze moesten doen. Luiers verschoond, dus dat is allemaal klaar. Nu gaan we even niks doen. Ik hou vandaag een beetje rust, want als ik het nog moet uitleggen, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, hè? We doen het even rustig aan. Gewoon gedwongen. Het doet gewoon zoveel pijn. Het heeft gewoon geen nut. Wat ben je nou aan het doen? Altijd weer die moedervlekken. Ja. En je gaat niet likken. Nee, ga je niet. Nee. Je hoeft me niet te likken in mijn gezicht. Nee, je bent geen hond. Nee, je bent gek. Nee. Nee. Hij doet alsof hij een hondje is. Doet hij, en dan wil hij dat doen. En hij heeft een snotneus. Ja. Ja, ja. Je bent echt gek. Je bent gek. De kindjes die hebben gegeten. Ik heb Liam net zijn luier even schoond. Ik ga nu Jordi en Sam eruit halen. Niels is onderweg naar huis. En als Niels en ik gegeten hebben, gaan we lekker die ventjes weer een bad doen. En dan mogen ze daar weer naar bed. Een hele goede morgen. Niels is beneden. Het is Koningsdag vandaag. Iedereen een fijne Koningsdag. Of in ieder geval, ik hoop dat iedereen een fijne Koningsdag gehad heeft.
Niels is beneden met de kindjes. En ik ga hierboven even poetsen, bedden verschonen, alles. Zorg dat Jordi's kamer klaar is. Dat er wat speelgoed staat. En dat het een keer voor mij makkelijker is om de kindjes mee naar boven te nemen. En te zeggen van, ik moet wasvouwen, dus jullie gaan mee naar boven. En dat, ja, dat dus. Ik ga jullie alleen even meenemen naar deze kamer. Dit is Jordi's kamer. Ik zit op Jordi's bed. En dit moet een speelplekje worden. Laten we beginnen. Jordi's kamer moet ik nog stofzuigen draaien. En dan is hij klaar, dus dan krijgen jullie dadelijk beeld van. Maar ik had het potje van Liam neergezet. En nou wil hij alles wat enigszins speelbaar is, wil hij erin. Hij wil zijn hoofd erin. Hij wil erop zitten. Hij wil er met zijn voeten in. Dat is eigenlijk allemaal niet zo handig. Nee, dat is allemaal niet zo handig, nee. Jordi zit trouwens in zijn eigen habitat. Dat is een ja, maar dat doet hij door dat schuiven. En Sam die is daar aan het spelen. En Niels heeft lekker broodjes afgebakken. Ik ga even tonijnsalade maken. En dan gaan we dadelijk lekker met z'n allen even ontbijten. We doen het gewoon alsof het een zondag is. Top. Wij gaan lekker ontbijten. Papa heeft een ontbijtje gemaakt. Jippie. Ja, jouw eten eindelijk hè. Ja. En ook voor Sammy, papa. Nu, je krijgt het ook lekker. Wil je met of zonder filmpje, papa? Ja, zonder probleem. Happen. Dan zou je hem op de grond gooien. Ja, dat gaat hij doen. Oh, het valt mee. Hey. Ja, omdat ik zijn hand vasthield. Goed zo, Jordi. In je mondje doen. Goed gedaan. Wow. Ben je in protest? Ben je papa's vriend? Ja? Is papa jouw vriend? Je hoeft geen nijplaats. Lekker hè, met een croissantje in de mond. En hier is Liam lekker met zijn ei en met zijn meloentje bezig. En de croissantje komt later. Sam begint altijd eerst met broodje en dan de rest. En wij gaan ook lekker happen. Hè? Heb ik er maar twee? Ja, dat klopt. Niels is heel eventjes bij een buurvrouw. Die is jarig vandaag. En die is ook altijd gek op onze kinderen. En omdat de koning jarig is, kan de koningin natuurlijk ook jarig zijn. Dus Niels is eventjes met Liam daarheen. Eventjes op de koffie. En ik ben gewoon lekker thuis met die twee andere monstertjes. Jordi was een beetje chagrijnig. En Sam die was niet helemaal. Dus ik zei van, nou weet je wat, hè? Doe mij die maar. Dus we hebben het ritueel al uitgevoerd. Dus hun zijn zover klaar. Ik ben met eten bezig. We eten nasi met kipblokjes en groenten. En, nou. En we eten kipsaté. Dus dat. En ja, ik moet nog even kijken wat ik verder nog wil maken. Maar dat is gewoon kipsaté en een nasi. Voor de rest zien we wel. Ik heb nasi gemaakt met kipsaté en voor de kindjes kipvingers. En komkommetje en augurkje erbij. Niels is Jordi nog aan het verschonen. En dan gaan we lekker samen aan tafel. Oh, trouwens, waarom die twee anderen al aan het eten zijn. Het is anders moord en brand hier in huis. Daar hebben we geen zin in. Liam, wat zijn we aan het doen? We zijn papa aan het pletten. En mama een kopstrijd aan het geven. Vol in beeld, kan zo opdumpen. Liam, we zijn aan het doen, zijn papa aan het pletten. En vervolgens kreeg mama eerst de schudding. Nou! Hey. Wat ik dus helemaal vergeten was, is jullie laten zien hoe het er nu uitziet op Jordi's kamer.
Ga ik nu even doen. Hier staan zakken met kleren enzovoort, wat weggaat. En ik heb de toetoetautobaan opgezet. Dus we kunnen hier van de week lekker spelen. En dan kan mama lekker boven van alles doen. Hier is natuurlijk Jordi's bed. Ik heb hier het keukentje neergezet. Draairails. Nou, ze kunnen vooruit. Bij Liam op de kamer en bij mij. Niels en Sam op de kamer. Is alles gewoon zoals het was. Dus ja, dat is wat ik heb gedaan vandaag. Ik heb niet de douche gepoetst. Dat doe ik van de week al heel eventjes. Heb ik nog gewoon tijd zat vol. En ja, vanavond gaan we even beneden aan de gang. Als de kinderen op bed liggen. En dan ga ik daarna gewoon mijn nagels doen. Goed zo. Wauw. Goed zo, Jordi. Papa, wat trots op jou. Zelf je fles dragen naar de bank, hè. Ga stappen. Leuk. Hij vindt het leuk. Zie je dat? Hij vindt het heel interessant. En leuk? Ja. Hij is alleen te moe om te lachen. Was er wat? Nee. Ik hoor hem. Hij is af en toe te glimlachen. Ik hoor hem gewoon lol hebben. Wauw. Wauw. Doe je het goed? Kom een kusje? Een hele goede morgen. Ik heb de kindjes al aangekleed. Ze zijn al aangekleed. Niet dat we ergens heen gaan hoor. Dus niet dat ik het idee ervan heb. Maar ja, ik dacht laat ik ze gewoon aankleden. Ik zelf zit nog in mijn pyjama. Ik denk ook dat dat even nog blijft. Maar met een BH aan en een slijmbeursontsteking. Oh mensen. Dat doet gewoon zo'n pijn. Maar ja, de kindjes hebben al... Ja, de kindjes hebben alles al gehad. En ja, we gaan even kijken hoe het loopt. Allemaal. Dus dat. Oh, trouwens. Nou, ik dit zie. Gisteravond heb ik mijn nagels gedaan. Ik heb ze wat korter gemaakt. En een keer een hele andere look gegeven. En nou moet ik iemand gaan redden. Hoi. Liam en Sam liggen op bed. Die heb ik net naar bed toe gebracht. En... Jordi is nog wakker. Ja, die gaat dadelijk ook even naar bed. Even prikkelarm worden. Hij is hartstikke vrolijk, maar de energie met zijn broers is af en toe toch wel even nodig om eventjes prikkelarm te gaan zitten. Dus daar ga ik dadelijk voor om eventjes regelen dat hij lekker even in bed kan. Als je in zijn gezicht kijkt, dan zie je allemaal rode vlekken. Dat noemen ze eczeem. En nou ga ik jullie eventjes iets leren. Als ik bijvoorbeeld vertel tegen mensen, Jordi heeft het Down-syndroom, dat is het eerste wat ze vragen is, oh,
dan heeft hij ook een hartprobleem. Maar kan ik jullie vertellen dat dat helemaal niet gerelateerd is aan het Down-syndroom. Het komt vaak voor, maar het is niet gerelateerd. Dus iedereen die denkt dat iemand met Down-syndroom automatisch ook een hartprobleem heeft, dat is niet waar. Eczeem komt ook vaak voor bij mensen met het Down-syndroom. Alleen het is niet gerelateerd aan het Down-syndroom. Dus dat betekent, eventjes voor ons in simpele Jip en Janneke taal, dat iemand Down-syndroom heeft, betekent niet dat er ook automatisch een hartprobleem of eczeem of een hiersprong of wat dan ook erbij zit. Het is net als eigenlijk gewoon bij jou en mij. Ik ben eczeemgevoelig, nou een ander weer niet. Dat is het eigenlijk. Jordi is eczeemgevoelig, een ander kind met Down-syndroom niet. Je kan ze ook niet allemaal over één kam scheren, omdat net als bij mensen die geen beperking hebben, het niveau ook verschilt. De een heeft HAVO, de ander heeft VMBO en dat maakt allemaal niks uit. Want we hebben mensen van elk niveau nodig. Sowieso is dat een heel ander verhaal. Maar om het eventjes duidelijk te maken in Jip en Janneke taal, dat is wat ik bedoel. Jordi heeft hiersprong. Het komt vaker voor bij mensen met Down-syndroom, maar dat betekent niet dat het bij elk mens met Down-syndroom voorkomt. Dus dat wou ik even melden. Even iets, een leermoment. Ik ga Jordi even zijn broek doen, want hij heeft gepoepedepoept. En dan ga ik hem eventjes lekker in bed zetten. Ga ik zelf even eten, even opruimen. Ik heb ook al bijvoorbeeld ragout gemaakt, want de champignons wou ik op hebben. Dus dat heb ik ook al gemaakt. Of we dat vanavond eten, ik heb nog geen idee. En anders gaat het de vriezer in. Maar ik vind het zonde om spullen weg te gooien. Dus vandaar dat ik dat gemaakt heb. Oké, ik heb net iets gedaan wat ik normaal nooit snel overdag doe als Niels niet thuis is. Want ik hou daar nooit zo van. Maar ik ben net lekker gaan douchen. En ik had het nodig. En het voelde heerlijk. Ik heb even mijn haar gewassen. Ik heb even iets comfortabels aan. Dus gewoon wat lekker zit waar ik dacht, het is niet te warm, niet te koud. Ik heb weer een hemdje onderaan. Ik heb tevens ook mijn BH aan om te kijken hoe dat gaat. Aangezien ik van het weekend een aantal dingen te doen heb. Dus vandaar dat ik het nu eventjes zo heb. Nu wel van pijnpunt heen. Dat dus. Kindjes slapen nog gelukkig. Ik ga zo dadelijk hier ook nog even opruimen, want het is hier echt één grote pleuriswende. Vanavond ga ik weer live op TikTok met Sonja in verband met de bus voor die vriendin van ons. Mochten jullie nou meer willen weten daarover, laat het me even weten. Dan ga ik even kijken met haar wat we kunnen regelen. Welke informatie jullie allemaal mogen hebben, et cetera. Ik ga heel eventjes lekker relaxed nog doen totdat de kindjes wakker zijn. En dan ga ik ook dingetjes doen. Er zijn een paar wakker hoeren, dat kun je wel horen, dat is Jordi. Liam en Sam slapen nog. Hey Jordi, je bent een diehard vent. Heb je lekker geslapen even? Even lekker geslapen. Ook Sam ook. Sam slaapt ook niet meer, dus is wakker. Hij vent. Dag ventje van me. Ben ik blij om jou te zien. Sorry, de telefoon moet weg van Jordi. Hij moet even kroepen. Ik heb vanavond een live gehad. Ik zag er zo uit. Ik ga even mijn gezicht wassen en dan de vlog afsluiten. Nou, ik ben weer schoon inmiddels. We zijn eventjes lekker even een hapje aan pakken, want ik had even trek. Ik ben ook weer gedoucht. Yep. En we gaan bij deze ook deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.